Ja, dan altijd als we iets doen hier, beginnen we met een artiest, een groep, een fenomeen, iets wat met muziek te maken heeft. En nu begon het met een boek. Het is en wat zij met muziek hebben. Dus wat er vanavond ook gebeurt, ik denk dat het belangrijkste is het plezier in de muziek. Dat was vroeger al zo en dat zegt het voor in de generaties. Dit familieverhaal of deze familiegeschiedenis leende zich bij uitstek voor een fictieverhaal, althans waarin ik mezelf de vrijheid permitteer om daar een fictieverhaal van te maken. En ja, natuurlijk zal het voor een aantal mensen herkenbaar zijn in een aantal gebeurtenissen, handelingen, scènes, maar ja, ik durf de stelling aan dat 80% verzonnen is in het boek. Grote drama in die familie is geweest, is toch de dood van Hans, de Altmetzo dus, die dus bij het verschrikkelijke auto-ongeluk hier op de rondweg van Veghel naar Uden om het leven is gekomen, althans 10 dagen na dat ongeluk stierf in het ziekenhuis. Lift that baby right up off the ground. Yeah.